mensen van YouTubers en welkom weer in History Park. En de opening van Land of Odin is gepasseerd. Dus een succes. Dat is redelijk goed verlopen, ja. En nu staan we hier in Oud Nabij Oosten, want hier achter de poort gaat een nieuw project komen. En het volgende is dus Ice Age. Eerst om te zeggen wat dit is. Dat is een trucje om de bezoekers, die dus niet in het gebied kunnen gaan rondvliegen, om die toch even een hint te geven over hoe ver we staan. Ja, om de hoogte te houden. Dus ik heb daar bordjes staan met de namen van attracties op. Ja, het is misschien niet altijd duidelijk voor als je niet weet wat voor attracties er komen. En degenen die in het groen staan, die zijn klaar. Degenen die in het oranje staan, die zijn in bouw. En degenen die in rood staan, ja, die zijn nog, daar zijn we nog niet aan begonnen. Dus we zullen eens wat duidelijker gaan zien. Op dit moment, Ice Age gaat het gebied worden met de meeste attracties. Een Ice Age Dark Ride, zoals in Movie Park jarenlang gestaan heeft, zoiets zo. Een raceachtbaan, daar zijn we nu mee bezig. Ja. En dat wordt een achtbaan zoals de Matterhorn van Disneyland. Ook een dubbele, maar dat is niet echt een racer geloof ik, deze wel. De Bob van Efteling. Een Rups. Een glijbaan met ronde buiten, zoals in Park Asterix staat. Hansapark heeft dat, Bobby Holland heeft dat gehad. De Appel. En zo'n konijntjes ride, zo'n paardjes ride, zoals ook veel parken. Maar dan met ijsberen. Ja, maar dan met ijsberen. Dat was zo'n random idee dat achteraf nog even in onze kop schoot. Dat ziet er goed uit, mensen. Dus we gaan eens even, kunnen eens even gaan vliegen. Hier hebben we de Bob. Oh, Jensje. Ik wil zien wat je laat. Ah, de Bob is er klaar. Gaan we die testen? Oh, nee. Mensen, trouwens, kunnen we nog even meegeven. De opening is op 13 december. Negeren. Kijk, dit is wat er nu staat. Het gebied rondom de Bob. En hier is de Bob zelf, tussen de bomen. Hij heeft dezelfde ritverloop als de echte Bob. Jens, zeg even dat dat een grapje is. Ja, dat is een joke, zoals altijd, hè. De opening is waarschijnlijk later. Dit is exact dezelfde als de echte Bob vroeger. Allee, hier en daar is hij niet perfect gelijk, maar het heeft wel hetzelfde ritverloop. Ook is deze zo 200 meter korter ook, zo, dan de echte. Ah ja, en tussen de bomen zit de Bear Ride verstopt. Die is hier, die Iron Bars, dat is de trick. En ja, dit is eigenlijk helemaal klaar, deze stukje. Je ziet er helemaal goed uit, helemaal mooi tussen de rotsen. Enkel de bio moet nog veranderd worden op het einde, maar dat is ook. Ah ja, verder wordt het hele gebied in sneeuw gestoken. Dus dan worden alle leaves grijs en als het regent, sneeuwt het hier. Hier in deze grot komt de ingang van de Rups. Die wordt... Ja, dat wordt echt top. Of niet, natuurlijk. Dat valt nog af te wachten. Wordt een zieke Rups. Allee, dat valt nog af te wachten of die Rups daar kan komen. Maar op dit moment zal daar ingang komen. En hier is dus de Mount Terror. De dubbele... Ja, een jaar bordjes. Ja, de dubbele achtbaan. De baan is helemaal af. Het volgende onderdeel is de bergen rondbouwen. En automatiseren, want hij is nog niet helemaal klaar. Ja, en er komen ook wat verrassingen in, effecten en alles. Ja, allemaal dingen die echt nice gaan worden, mensen. Maar het is veel werk aan, het is een lange baan. Ja. Bijna 700 meter was het zeker. Ja, 600. Ja, we kan 700. Juist geen 700. 692, andere 296. Ja, ze zijn ongeveer gelijk, want het moet een raceachtbaan blijven. Dan komt hier de ingang voor de Dark Ride. Daarneffen komt de ingang voor de waterglijbaan daar. En dan is hier nog de... Of ik zet die ingang meer naar hier. Dat kan ook. En dan komt hier de vierde theater, want die komt er ook. Maar die gaat niet werken. Ja, die gaat niet werken, want dat is gewoon decoratie. Even een ander menu zien, dan zien we alle attracties op volgorde. Bobaan. Ja, kijk. De Bobaan Short Faces Bear Ride. Dat is een kort snuit beer. Dat is, ja, dat is een beer die vroeger geleefd heeft. Ja, Mount Terror, dat is een echte berg. Een berg die in IJsland staat, als ik me niet vergis. Of Antarctica, ik weet het niet meer. Cave Lion, dat is de rups. Dus die wordt indoor, echt in grotten. Ja, Cave Lion, dat is een hole leeuw, ook een prehistorisch dier. Ice Age Avenger, de Dark Ride, die in het
in de film Ice Age wordt gethematiseerd. Dus dan ga je zo City the Lyart zien en alles, Scrat en zo. Ja. Ice Slide is de glijbaan dus. En dan bij shows, Ice Age 4D. Maar die zal altijd, ja, defect zijn. Ja, die hoofdletter A gaat ook weg, hè, want dat is een beetje raar. Inactive, zo. Dat wordt ook verbeterd. Ja. Maar ja, dus dat is eigenlijk een beetje hoe het gebied eruit kan zien, mensen. En na het gebied wordt er een pauze gedaan, want de volgende attracties zijn pas voor volgend jaar. Dus... Ja. Dus het hotel is het volgende, na dit gebied, dat wordt opengezweerd, mensen. Ja, het hotel is nog niet klaar. Ik heb alles gemaakt, behalve de kamers, dus dan... Moet je daar ook eens een video over maken, of niet? Zijn, ja, we hebben daar al een video van gemaakt. Maar niet over hoe het er nu bij ligt. Dus als deze gebied klaar is, dan maak ik het hotel af en dan is het winterstop. We gaan nog echt, gelijk als echte pretparken, een paar maanden sluiten. Hoe zot het al klinkt. Maar ja, nu er toch nog wel wat tijd is, zullen we even naar het hotel gaan. Ja. Hotel Drakkar. Oké, welkom in het hotel, mensen. Ik pak het kompas op. Ja. Ga je binnen? Dit was er al. Ik zal even andere ceders aanzetten. Zie je, anders zie je geen red. Ja. Die anders ook eens uit. Ja, die Chocapic, die ceders zien er kut uit in het donker. Deze zien er beter uit. Ook donker, maar ja. Wat er nog vernieuwd is, wat was er nog vernieuwd? De bar die was er geloof ik al, of was die in bouw? De dining room is denk ik nog niet geshowd. Kijk, dat is deze eetzaal. Dit is goed realistisch gelukt. Dit is echt hoe dat een eetzaal erbij ligt in een hotel van een pretpark. Hier, een paar koks, een paar poppen. We gaan ook overal poppen zetten als personeel. Ja. Ja, dan is er nog een buitenstukje, maar dat is nu afgesloten, zodat VIP's, crew hier niet naar binnen kunnen vliegen. We kunnen overal binnen, hè? Ja, vips dan. Dan is er hier een fitnessruimte. Ja, echt nice, mensen. Dat is wel goed gelukt. Ja, een paar. Met gewichten. Ja. Gewichten. En loopband. Ja, dit zijn matten voor push-ups. Nee, sit-ups bedoel ik. Gewichten liggen hier ook gewoon. Of boksballen. Bokszakken. Ja, iets tegen boksen. Oh. Ai. Dan gaan we verder. Dan is hier de trappenhal, die nog niet is, en de ja, relaxatiekamer. Dat is echt nice. Oh, je kan naar een vaste plaats. Hier liggen ook een paar bezoekers te chillen. Oh shit. Ja, maar fijn hadden dat wij van het hoofd. Ja, een paar, het stoomt erop, het is hier lekker warm. Hier hebben we ook een paar douches. Bubbelbakjes, en hier kun je u laten masseren, je ziet, er is een masseuse bezig. Wacht even Jens, ga dan spawnen. Kijk, je ziet er terug lekker uit. Oké, en dan hebben we hier de sauna. Huh? Oké. Oké, dan was er nog één ding, dit is een chille kamer, ja. Die ziet er goed uit. Ja, zeg jongen, niet tijdens opnames, daar kijken kinderen naar. Ah nee. Onze video's zijn niet voor kinderen, mensen. Duidelijk altijd aan. Dan is er nog één onderdeel. Daarvoor, speeltuin. Ja, de speeltuin. Mini speeltuin, gewoon. Gewoon een klein beetje indoor. Kids playground. Een paar trampolines, een apenkot en een klimrek en een ballenbak. Apenkot. Ja, zo noem ik dat altijd, zoiets. Een apenkot. En een ballenbak. Voor mij is dat bedoel ik een apenkot, dat is toch met allemaal van die gekleurde touwen zo. Ja, zo'n glijbaan, allemaal dingen dat omhoog klimt en zo. Interessant. Boah, dat was dat weer. Dus dan was dit Ice Age voor de eerste keer. Het ziet er al goed uit. Ondanks ik vreesde dat Ice Age nogal simpel was en niet op heel veel zou trekken. Het is toch al goed gelukt tot nu toe. Ah, dat is. Hier gaan we werken, hè. Dat zwembad ziet er goed uit, hè, mijn shaders. Oh ja. Allee, zeker. Een beetje werken. Zeker met de deus hier. Dus gaan nu nog een beetje werken, mensen? Ja, nee. Hier met deze shaders ziet dat er goed uit, hè, mensen. Jammer, mensen, dat je zo niet wil werken.
Oké, mensen, Ice Age was dit. Tot de volgende video en ciao.